Leon. Ik zie een mier hier voor me, een mier. Een mier, ja. Oké, dan ga ik maar niet vertellen wat ik voor mij zie. Want dan ga je echt huilen. Echt heel hard huilen. Dan het vuil onder mijn voeten. Ik zie hier een bitch. Een bitch. Je gaat nu in die auto zitten. Hoe de opname staat er ook? Shit. Yes, mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Wally en... Wacht. Ben ik? Wally? Nee joh, ik ben gewoon Bjorn. Yes, mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En nu zullen jullie ongetwijfeld afvragen van wie de fuck is Wally. Dit is Wally, ik laat hem even in beeld komen en gelijk een sprekend op. Ronde bril, shirtje aan en ja, het was gewoon puur toeval. Dit shirtje had ik al een tijdje in mijn kast liggen. Gewoon voor de gezelligheid eigenlijk gewoon een ja, net shirtje, niet voor de troll gekocht. En ja, toen begon mijn broertje ineens over Wally. Ik zei, wie de fuck is Wally? Ja, die en die. Nou, ik lijk er sprekend op. Zeker met het hoedje op. Dus dat is Wally. Dan gaan we nu gewoon even lekker verder met de video. Van alle gelul over die Wally. Dat is niet interessant natuurlijk. Nee, in deze video heb ik weer twee incidentjes klaarstaan. Namelijk van één staanhouding met twee heren die nog wel een leuk accent met zich meedragen. En het leuk oppakken. Alleen is het wat minder leuk voor zijn rijwijs. Maar ja, dat gaan jullie verder allemaal zien. En daarna krijg ik een incident in de AWB. Jan Klomp zou er met een vuurwapen rondlopen. En verder is het één grote chaos, één grote puinbak. Geschreeuw, gekrijs, gehel, gejank. Alles erop en eraan. Maar ik vond het wel leuk genoeg om in deze video te doen. Dus ja, bij deze. Vergeet ook eens zeker even niet te abonneren hier beneden. Dat is heel gratis. En doe zeker weten ook even een blauw duimpje omhoog. Dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijk. 04 is staat te zingen. Kan ik nog ergens ondersteunen over? Negatief voor nu, geen lopende melding over. Oeh. Ah. Proberen. Caddy. Caddy? Dat kan niet. We eens even kijken wat er allemaal van leuk is. ZB1207. Zo, ik vind het busje eigenlijk iets interessanter. Wat is het met dat busje? Zie je hoe die rijdt? Nee. Ja, nu wel. Zet maar op de kant dan. Ik kom nog heel even vol. Ik weet niet of hij ons heeft gezien. Nee, hij heeft ons niet gezien. Derde man rood inmiddels. Wat wil je ermee doen? Ja, gaan we eens even kijken. Over de stoep heen. Oké, die is eruit. Wees kwijt als hij die heeft. Als daar mensen lopen, hè, die reden ze dood. Ja, 4 maal. Rood. 5 maal. Prut met peren. Ja, nou is het wel. Komt er maar. Nou rijdt hij heel rustig, alsof dat ook kan. Aha, tuurlijk. Even serieus. Hij zegt ze zijn best kwijt. Kijk, dat ziet er al iets beter uit. Hij kan het wel. Goedendag heren. Goedendag. Ik zal me even voorstellen, ik ben Bjorn Plitserveen. Hallo, we zijn onderweg. Ja, dat zie ik. Ik zou graag van de bestuurder even een Ryan Kentuckwijs willen zien. Dat krijg jij van mijn maat, jongen. Ik stap pekjes uit. Ja, dat is goed. Kop kapot. Ja, precies. Merge. Hey, in ieder geval, heb jij enig idee waarom we jou aan de kant zetten? Nee, ja, misschien koplapsjes seks kapot, maar net paaltje geraakt, maat. Oké. Nou ja, dan denken wij er iets anders over, denk. Het feit dat jij 6 maal door rood rijdt, over de stoep heen, de snelheid aardig overschrijdt. Dat is het probleem bij jou, maat. Jij denkt te veel. Je moet niet zoveel denken. Ja, precies. Te goed gegaan. Zeker. Maar al die dingetjes bij elkaar is wel voldoende om je rijwijs in te vorderen. Nee joh, ik heb dat ding voor mijn werk nodig, joh. Ja, maar als je zo rijdt, dat kan toch niet? Je rijdt over de stoep. Jongen, ga nou niet lulletje moer uit dan, maat. Heb je weer promotie nodig of... Zo jongen, doe eens normaal man. Luister, moet die vent weer gaan stelen of zo? Ik ben maat. Net uit de uitkering jongen. Ja, ik heb nodig voor de zaak. Maar even, dit ligt compleet in jouw eigen handen. Jij rijdt zo. Jongens, rijdt de voet uit, maar ik moet gewoon rijden, maat. Nee. Ik moet gewoon rijden. Zo makkelijk gaat het niet. We hebben een klus, maat. Godverdomme. Nee, maat, we hebben zeg, een klus, maat. Ja, godverdomme. Ja, maak deel mijn kop gek, jongen. Dat kan. Word weer ontslag, maat. Dus, ja. Laten we liquidaties plegen op de scooter. In ieder geval, ik hou dat rijbewijs bij me. Ja, je bent echt een... Wat? Ja, ik mag
Hé, hey, wat een tering hond ben jij zeg. Echt waar, ja. Jongen. Dus. Pestpleuren staan naar voren. Laat maar één keer aan, je hobby is dwarsfluit spelen, joh. Kijk. Mee, in ieder geval, je mag nu ook niet meer verder rijden. Ja. Er komen ook nog een paar processen balen bij. Nee, als je verder rijdt, dan pleeg je een misdrijf en dan kunnen we je aanhouden. Ik oh, we zijn nog niet klaar. We zijn ja, nog niet klaar. Ik ben wel klaar. We hallo, ik heb zijn rijwijs. Nog niet klaar. Je mag even staan blijven. Als je nou wegrijdt... Ik wil mijn pet ook nog hebben, jongen. Kraant. Je mag even terug uitstappen, want zo gaan we het niet doen. Heel simpel. Sta bij buiten, maar niks aan de hand, man. Je krijgt in ieder geval nog een paar processen balen erbij. Ook nog maar. Oké, okay. Hey, in ieder geval, u krijgt een procesverbaal voor roekeloos rijgedrag. Deze boete bedraagt €1250, komen 9 euro administratiekosten bij. Jongen, je bent echt een RL. Ik hou het alleen bij deze. Hey, ik ga u niet de andere geven, dit is gewoon voor het complete plaatje. Dat lijkt me best prima zo. Nu dient u binnen nu en 2 weken krijgt u deze thuis gestuurd. En dan kunt u betalen. Yes, heeft u nog een verklaring waarom u zo rijdt? Ik krijg nog een keer te horen, maar. Ja, je kent op de achterkant staat alle informatie hoe eventueel in bezwaar kunt gaan. Dat mag je ook zeker doen, dan bent u vrij in om hey, dat weet te doen. Wat, maat? Als ik op de bouw ben en ik zie jou langs rijden, laat ik gewoon een baksteen naar beneden kijken. Helemaal prima. Wat. Ik kan er alleen maar van opknappen. Dus dat je er niet meer, dat je er niet goed vanaf komt, joh. Nee, precies. Ik ga rijden. Ik zou niet gaan rijden, want dan gaan we van jou even maken. Dankjewel, laat mij maar maken. Stelt je homo's. Hey, groetjes. En laat het voertuig ook even repareren. Die groetjes. Zijn er eenheden die meer reden op de AWB melden? 2406 kan eventueel die kant op komen over. Frequentie 2 hoort nu. Wat is ons verzamelpunt over? Nou, gewoon bij de AWB poort staan, zetten we die poort af en dan pikken we een klomp eruit. Ja, is vernomen over. Wat moet je nog aan rijden? Ja, oh nee! Of even kop op zoek, in verband met dat ze nogal met een hoop zijn, NWSF. Ja, kom maar. Graag de ingang nog, ja, inderdaad, sorry. Ja. Ze nemen je rijbewijs af hoor, ik zweer het je. Kom Jan, handen op het dak. Handen op het dak. Ja, ze nemen Jan. Iedereen die niets mee te maken heeft, even afstand houden. Oftewel, Jan Klomp en Renzo blijven van lekker staan. Echt niet omheen, dat is zulke onzin. We gaan evacueren, goed zichtbaar. Dus kom op, draai even om, handen op de werkbank. Ik krijg eerst de melding dat we een vuurwapen zou hebben, dus we gaan een rugje checken. Het is niks anders dan een vuurwapen. Meen je dit oprecht? Ja, dit melding dat ik een vuurwapen heb? Ja, want zojuist een burger bezorgd naar ons dat het een vuurwapen zou hebben. Oh, ik wil even vragen om om te draaien en een kantje op de werkbank. Echt oprecht. Het is weer niet te geloven. Dat is ook een vraag. Dit is een bed. Zijn dit met z'n vijven? Vijf, stel ik het goed? Ja, moet wel lullig zijn als je om te allemaal weg rijden. Dan de enige, ja, hoe zeg ik het? Oh wacht, kut, ik heb geen vuurwapen. Alright. Blijf even hier staan. De volgende nee, auto ik blijf hier absoluut niet voor staan. Het is echt bullshit. Dit. Het is letterlijk. Waarom de fuck moeten wij. Ja, gozer, zeggen ze weer. Ik ben niet goed te dat je. Nou, heb ik een vuurwapen vertrokken? Nee. Nog één keer toe te rijden. Omdat er een melding binnenkomt dat jullie vuurwapen bij zouden hebben, dus gaan we even checken. Oh ja. Wil je die andere twee in die auto ook nog checken of niet? Nee. Kom op, uitstappen. En zo. Ja, gewoon. Ik wil naar huis! Hou eens op met toeter! Gerard, je mag even achteruit en even die klauw van die toeter afhalen, anders trek ik je uit die auto. Ik ben nou een beetje klaar mee. Mijn buik, hallo, mijn buik ligt op de toeter. Ja, zet hem maar eens naar achteruit met die handel. Beide heren in de achterste auto, je mag even uitstappen. Degene die melding heeft gestuurd is een valse melding! Dit is gewoon discriminatie! Wil je even je auto naar achter doen? Ben weg, Lorenzo! 01. Auw, mijn been, maat. Ja, ik moet je auto naar achter doen, sorry.
Gozer, tief op! Daar ga ik ook wel voor mee, ik ben te laat zo. Mag even uitstappen, allebei de bijrijders eruit nu, anders gaan we even helpen. Nee, dit allebei. Is echt... Op welke grond? Waarom? Op grond van één melding ga je iedereen fouilleren? Wat een onzin, WWM. Dat mag letterlijk niet. Net wapens en munitie, dus nogmaal uitstappen. Ik heb letterlijk net de melding gestuurd dat die opa een vuurwapen heeft. Ja, wel leuk. Ik heb helemaal geen vuurwapen. Hey, je jullie het allemaal aan de kant kunnen krijgen. Ja. Ik ga heel hard zingen, dat vind ik niet ik mooi. Ben net al gevierd, achterlijke debiel. Ja, neemt u mij wel afstand, mevrouw. Ik sta jou niet, dus ik ben Jan, hier. Doei, je mag hier weg. Mag even je weg vervolgen. Adios, espionos. Hallo, ik sta jou niet. Ja, mag even lopen. Heel simpel. Je wordt gefouilleerd. Kom, krap, ga ik over. Wacht even jongens, ik heb eventjes dat mijn bril vast staat. Oké, wat is momenteel daar de situatie? Wat een fucking ja, ja. Maar heeft hij nou dat weg gemaakt? Nou, bij Jan Klomp zelf is nog niks aangetroffen. We proberen de bijrijders te checken en die werken er natuurlijk wel mee. We gaan even kijken hoe we... Ik ga niet beuken. Ja, en anders... Luister, je moet je bek te gaan, ik ben nog gefouilleerd. Ja, we willen bijrijders ook even fouilleren. Heel simpel, stappen nu uit om ons helpen. Omdat welke reden, ik een vuurwapen zou hebben. Wet WWM, heel simpel. Geen reden daarvoor. Heel simpel, we gaan nu uitstappen of we gaan helpen. Ze denken dat Jan hem heeft gegeven aan ons. Jan, rij jij rondjes, dan kunnen ze niks. Ja. Echt, oprecht, ik maak geen grap, dit is echt ze kunnen alleen maar de grote derde. Ja, mag even je handen op het dak leggen, ga ik even veren. Is oprecht. Ja, pas op voor mijn derde bij je. Heb je voorwerpen bij je die wij mag hebben? Yes, die voor de plakkers, kunt u ook even uitstappen. Nee, want er staat iemand tegen de deur. Armeer niet. Ja. Ja, en hij is... Pas op! Ik word niet goed. Wacht, ik snap van de andere kant. Dat wilde ik voorstellen, inderdaad. Van tijd. Nou, goed. Je weet dat je wel een beetje, je hebt wat hars bij je en een jointje en dan bij elkaar dat kan net de hoeveelheid komen zeg maar wat niet is toegestaan. Waar is hier een vredesnaam allemaal aan de hand? Niks, je mag even de loppetjes. Maar oké, gaan we van het Maar ik mag het niet straat gebruiken. En ik kan niet werken. Ja, oké, mag jij even afstand nemen, dan gaan we de meneer met de baard nog even veren. Wat is er aan de hand meneer? Dat je even uit mag stappen en even je handen op het dak mag leggen. Ik heb een vuurwapen bij me. Je mag even uitstappen, handen op het dak, dan gaan we dat even. Ik heb een vuurwapen bij me. Uitstappen dan, handen waar ik ze kan zien. Een passagier aan dat hij een vuurwapen heeft. Dat mag gewoon uit, dan zijn ze fucking niet zijn en ook weer tevreden. Dan nog steeds uitstappen, midden in de aankomen vannacht. Wat? Mag even uitstappen in je handen houden waar ik ze kan zien, oké? Ik wil alleen de reden weten. Sorry. Want we gaan controleren op basis van de wetwapens. Ja, maar waarom? Dat is zeg maar niet echt de reden. Ja, oké. Als je het alleen maar langer wilt laten duren, moet je vooral ze doorgaan. Nu kan je gewoon uitstappen en dat is heel simpel. Ja, maar dat zei je net ook. Politiebino's. Stap dan uit. Hoe simpel is het? Ik wil Carter, mag het is echt mee, want anders vreet je slakken of zo. Stap uit die fucking auto nu. Slakken zijn op zich redelijk. Komt goed, dus dat beter geven. Maar anders gaat hier dan ook. Geef me even de tijd. Ik heb hier even tijd voor nodig. Nee. Ik heb hier oprecht even de tijd voor nodig. Anders gaan we andere geweldsmiddelen gebruiken en daar word jij niet vrolijk van. Laat dat even duidelijk zijn. Bestuurder mag er ook maar even Maar dan, het wordt hier gefilmd wat er dan gebeurt. Oh, ja, helemaal goed, Instagram helemaal goed. Echt, YouTube prima. En je mag mijn naam alles erbij hebben. Ja, maar dan krijg jij haat. En ja, zo, en boeien, interesseert me niet. Jij stapt nu uit die auto. Het is klaar. Die op straat lopen. Bartmans, alsjeblieft, stap gewoon even uit. Fucking, dan kunnen hun vanavond ook weer lekker slapen. Dat is fucking wetwapens en munitie. Auw! Het is echt oprecht. Dit is echt weer van de zotte. Ja, mag je vinden. Je kan een klacht indienen. Helemaal prima. Je mag even je handen op het dak leggen. Er wordt één melding gestuurd. Ja, Jan Klomp heeft een vuurwapen. De hele fucking ANWB. Je mag even omdraaien. Handen op het dak. Maar die heeft hij aan mij gegeven. Je had je mij gegeven net. Ik heb hem nu net teruggegeven. Ja. Kijk, de fouilleren vinden ze hem niet meer. Ik heb hem nu net aan jou gegeven. Ja, dat is ook zo. Dus nu moet, nu moet je eigenlijk ook Jan Klomp weer fouilleren, want volgens mij heb ik hem weer aan hem gegeven. Moet er nog iemand geholpen worden? Nee, wacht maar even tot iedereen buiten is. Oké. Ik voel je wat bij je broekspijp zitten. Wat is dat? Dat is mijn... Een hele grote... Hey. Dat, hele lange... Wees blij dat u handschoenen aan heeft. Ja, oké. Hey, je mag even vertellen wat het is. En geen rare dingen en geouwe nu. Gewoon even normaal vertellen wat het is. Wat is? Nou ja, ik voel hier best wel iets van uw bovenbeen naar uw knie gaan. Ja, dat zeg ik. Ik heb een dienststok gekregen. Een dienststok. Oké. Ja, van MWSF. En een hele scherpe dienststok, of niet? Bij mij is die niet afgenomen. Ja, bij mij ook niet. Ik heb zelfs een mes bij mij afnemen. Ja, ik ga even kijken wat het is. Okay. Het is een, zo te zien, een best groot krapmes, dus die ga ik... Hebben jullie oprecht geen fuck te doen ofzo? Doe jij hier vrijwillig afstand van of niet?
Nou, hij is van mij. Waar bevindt u zich? Hij is van jou, dus je doet er geen vrijwillige afstand van? Nee, natuurlijk niet. Oké, okay, dan... Ik ga toch gewoon niet vrijwillige afstand doen van mijn kleding ofzo. Oké, okay, dan ben je bij deze aangehouden. Hoezo? Nou, omdat je geen vrijwillige afstand hebt. Hebben jullie oprecht niks te doen dat jullie maar de hele baan weer bezig zijn? Zeker wel, je hebt een... Hoezo ben ik hier aangehouden? Hij heeft een machette bij zich. Ja, ben je gewoon aangehouden op basis van illegaal wapenbezitters. Ja, heel simpel. Ik ga er ook even uit je broek halen. Mag je eigen omdraaien, ga ik je boeien. Vrijwillige afstand van jongens. Dram de biel! Je mag je eigen omdraaien, ga ik je boeien. Hoezo? Kan heel simpel. Of we gaan even helpen. Neem dat ding gewoon af en dan gaan we verder. Ja, neem hem af, neem hem mee. Als ik nee, en dan neem je mee en dan ga je weg. Gaat niet helemaal goed daar. Oh my god. Vrouwen zijn er niks bij. Oprecht, ik word ongesteld van jullie. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Ja, helemaal goed. Nou, Jans, hebben we mogen fouilleren, we kunnen gaan. Oh, het is nog niet klaar. Hoezo niet? Het cirkel is nog niet voorbij. Jij zei net, ik doe er geen vrijwillige afstand van. Ja, nou, je hebt hem toch afgepakt, dus dan is het klaar. Nee, zeker niet. Hoezo? Ik liever wil ik hem houden, maar als het echt niet anders kan, mag je hem hebben. Dat is toch de reden? Ja, hij hoort volgens mij een... Oh nee, dat is niet... Nee, Lappa. Hij hoort een eigen zitten. Ja. Hé. Heel simpel, je mag weer even uitstappen, we zijn nog niet klaar. Wat is de ABB-controle? Heb je hem gecontroleerd? Deze man. Nou, ik wil nog graag een legitimatiebewijs van je zien, want ik wil wel weten van wie ik dat mes in beslag neem. Nee, luister even. Oh mijn god. Hebben jullie een vuurwapen aangetroffen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Hebben jullie een vuurwapen aangetroffen of niet? Voor nu niet van toepassing. Nee! Hey, meneer, je mag even uitstappen. Nee, dat is onzin. Maat, ik ben nu even met hem bezig. Jij mag even terug in je auto gaan zitten. Hou je bek, je gaat even respect tonen en je gaat in die auto zitten. Heel simpel. Respect tonen? Lul! Ik zie een mier hier voor me, een mier. Een mier, ja. Oké, dan ga ik me niet vertellen wat ik voor mij zie. Want dan ga je echt huilen. Echt heel hard huilen. Dan het vuil onder mijn voeten. Ik zie hier een bitch. Een bitch. Je gaat nu in die auto zitten. Eén melding, waardoor de hele ANWB wordt geblokkeerd. Ja, en helemaal goed. Even huilen vanavond in bed, even kusje van mama erbij, helemaal goed. Ja, van jouw moeder krijg ik, ja! Prima, als je daarmee naar je zin hebt, kijk maar wat je doet. Lekker! Dus, van jou ook, en van jou ook! Jezus, wat kan ze lekker kussen. Hele fijne avond, meneer Lorenzo, dag. Kunnen gaan. Jezus! Ik vind het wel best, ik heb er geen zin in. Ja, ik vind het goed. Ik ben een direct levensmoed. Ik heb een melding gestuurd, Jan Klomp heeft een vuurwapen. De hele ANWB wordt fucking voor 15 minuten geblokkeerd. Ik heb een hele fijne avond gewenst. Nee, ik hoop dat jullie het goed hebben. Ja, maar er staan 7 drugs. Je mag de grote maal even van je bijhouden, oké? Oh, rond hem even bijhouden. Even lekker huilen, daarna lekker best. Ik heb 1 melding af. Ja, kijk maar wat je doet. Zolang je er maar blij van wordt, ik vind het prima. Ik hoop dat je vannacht stikt in een spin. Oké, we kunnen wel gaan. Hey, ja, ik liep ook bij de ANWB. Gewoon een keer even bij HB doen, dat vind ik leuk. Ja, goed, meneer Lorenzo. Oké, je recht in mijn gezicht. Goedendag. Ja, Blanco. Wat maar die andere is. Als het gewoon op een normale manier gebeurt, boeit hem. First in, then out. Zo werkt het. Ik kan nog wel eens wat gaan worden. Auw. Hey. Weet je wat we doen? Meneer, we gaan hier. Meneer, even aan de kant. Gewoon dat parkeerterreintje daarop zoeken. We halen wel als je kan naar binnen kan. Even aan de kant, meneer. Ga eens naar achteren, ja, even. Meneer. Mooie zone. Meneer, met deze auto parkeerrein daar of daar. Waar moet ik heen, meneer? Anders valt Mo. Ja, meneer, weg. Ga maar zelf je auto wegzetten, is niet weg. Klopt, nou is dat een auto! Rij anders gewoon door, joh. Rustig. Aan de kant, we moeten daar binnen vandaag gaan. Van de politie voor de MWSF auto, alsjeblieft, dan is het zeg maar al 50% van het oproep houden. Yo. Goed, rijd je maar even door, ja. Ja, meneer, in de Mercedes, even aan de kant. Ik wil naar binnen. Nee, ja, we zijn nee. Raakte ik u aan, meneer? Oh, wat een gejank.